Hoi, welkom bij deze video. Wat leuk dat je kijkt. Welkom bij mijn kanaal. Ik ben Rebecca Sikkema van Living Expression. En vandaag heb ik weer een hele leuke video voor je. En wat ik ga doen is een straight pour. Een hele leuke techniek. Leuk voor beginners. En ook super leuke resultaten. En het is natuurlijk altijd de uitdaging om ze groter te krijgen. Ik zou zeggen, begin op een klein doek, want het is toch echt een uitdaging, met name het verdelen van je verf, hoe je dat moet doen. Ik heb hem hier hangen. Hier hangt het resultaat van de video, wat je vandaag in de video gaat zien. Een geweldige straight pour. En ik hou van deze kleuren. Het roze erin is heel mooi. Ik vind het goud een beetje veel in het midden. Aan de andere kant mag het er ook zijn, want het beeld geeft mij helemaal de indruk van veiligheid, bescherming. En dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd. Het geeft mij ook zo'n gevoel van een baarmoeder waar iets in gebeurt. De baarmoeder staat voor mij ook voor bescherming en een stukje vrede. Nou, dat wensen we. Vrede. Voor deze keer, deze opname, heb ik de kleuren een beetje aangepast. Ik heb sowieso wit als basis en ik wil wit tussen mijn kleuren doen. Dan heb ik turquoise. Dit is een andere turquoise dan vorige keer. En dan weer de heldere roze. Mijn rood is ietsjes meer paarsrood. Ik zit wel dicht bij dat roze, dus dan moeten we even kijken. En goud. Ik heb een beetje weinig goud, dus we moeten even kijken hoe ver we daarmee komen. Ik hoop dat ik zo op deze manier een betere combi krijg. Ik vind die kleuren nog wel wat dicht bij elkaar. Maar ik denk dat ik het toch zo even laat. Ik had hier ook een oranje van kunnen maken natuurlijk. Een oranje erin doen. Ik hou het gewoon zo. En we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Ik ga beginnen met een witte laag basis. En ik ga ook een andere techniek doen vandaag. Alles is anders. Goed, hier is mijn beker. Goed, wij gaan dus een straight pour doen. Ik zit even te kijken van hoe zal ik hem uitgieten. Ik ga hem zo gieten. Oké, let's go. Het is wel wat grijs geworden hoor. Oeh, tricky. Maar hier zitten ook genoeg mooie kleuren in. Ik ben er vanuit dat het goed komt. Ik ga het verbranden met mijn vanger.
Wauw. Ja, ik ben wel tevreden hiermee. Wel blij. En wat wil ik dan nog doen? Wat vind ik mooi en wat vind ik minder mooi? Ik vind dit midden is sowieso heel mooi. Dit hou ik erg van. Hier zou ik het stukje nog af willen hebben. Dus dan gaan we een beetje zo duwen. Er zitten echt mooie cellen in ook. Daar ben ik ook tevreden over. De kleuren vind ik mooi. Ik vind wel dat mijn goudstuk heel groot is. Maar ja, dat heeft ook wel iets. Ik wil eigenlijk iets doen met deze kam. Maar het is heel eng om dat te doen. Omdat ik niet weet of dat goed gaat komen. Als ik dat doe. Eerst eens een stukje aan de zijkant proberen, ja. Ik weet het niet. Nee, denk ik niet. Het is niet mooi. Zo is het niet erg meer. Jammer, maar soms moet je iets proberen. Ik ga de camera even bijpakken. Hier is het resultaat van mijn schilderij. Hieronder heb ik dus iets gedaan wat niet handig was. Maar het is uiteindelijk toch wel mooi bijgetrokken. Gelukkig. En je ziet hier ook ja, hoe mooi die... het compositie wordt met zo'n streepboor. Heel mooi. Je ziet hier ook. Prachtig. De vangcellen. Ik heb hier midden een beetje bijgewerkt. En ja, al met al ben ik best tevreden met deze. Zo, we zijn weer aan het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat je hebt genoten. En als die waardevol was voor jou, geef deze video dan een like. En abonneer je op mijn kanaal. Zodat ik meer mensen bereik met mijn kanaal om ze te helpen met acrylgieten. Ik zou zeggen, tot volgende keer weer!